Oh, hey Eline. Volgens mij zag ik een signaal dat jij heel erg behoefte hebt aan een vrijdagmiddagborrel. Ik had hem al voorbereid. Ik denk, nou, deze, die had thuis al openstaan. Okay. En deze. Ja, en... Lekker toch? Ja, ik had eigenlijk wel wat grotere plannen. Heb je niet wat sterkers? Ik heb niet bij, maar we kunnen wel naar het lab om eens te kijken of we er wat mee kunnen. Eline, zal ik jou eens laten zien hoe je van dit flesje wijn iets sterkers kan maken? Eindelijk. Nou, let's go. Nou Eline, je wijn is hierin beland en op deze manier gaan we proberen er wat sterkers van te maken. Oké. Okay. En wat we eigenlijk gaan gebruiken is een destilleerapparaat. Oké. Okay. De wijn zit hier. Ja, dus daar komt alle hitte vanaf. Ja, dit is een verwarmingsmantel en daar komt de hitte vanaf. Die probeert de vloeistof aan de kook te brengen. En alles wat verdampt, dus wat voornamelijk de ethanol zal zijn, die komt hier door deze buis. Komt hier een koeler in en druppelt hier als het goed is met meer alcohol en minder water weer in terecht. Okay. Ik heb hierboven ook een thermometer gezet, zodat we alles een beetje in de gaten kunnen houden. Okay. Maar voor de rest is het wachten en in de gaten houden. Dus laten we eventjes rustig gaan kijken wat er gebeurt. Want hier begint dus nu dat condens te vormen. En dat is omdat het hier begint warm te worden. En dat dus die damp opstijgt. En je kunt dus ook zien dat die druppels die je ziet, die zijn ook kleurloos. Want de kleurstof blijft dus achter. Dus is eigenlijk die damp die hier nu ontstaat, is dat nou pure alcohol? Bijna pure alcohol. Dus nu krijg je elke keer die druppels. Wauw. Ja. Oké. Okay. Heerlijk. Oh, ruik je dat ook? Nee. Och. Nou, misschien heb ik daar een neus voor ontwikkeld. Oh ja! Ja. Ja, dan moet je wel boven... Eigenlijk mag je dat niet doen in het lab, hè? Boven dingen gaan hangen en een beetje snuiven. Nee, dat is... het is wijn, hè? Het ruikt wel echt een beetje naar wijn. Het is echt wel gaaf. Het blijft hier ook achter. Grappig. Ja, leuk hè? Ja, okay, het begint ook echt wel warm te worden. Dus nu is het... Borreltijd! Bij het versterken van onze drank, of eigenlijk dus het uitvoeren van een destillatie, zorgen we ervoor dat een mengsel, wat in principe uit verschillende componenten bestaat, opgezuiverd wordt. En met opzuiveren bedoelen we dat we één bepaalde stof daaruit proberen te isoleren, dus apart proberen te krijgen. Nu is het bij de wijn wel lastig, want op het moment dat we de ethanol, de alcohol eruit proberen te halen door middel van die destillatie, krijgen we nooit 100% alcohol, maar wel een hoog percentage. Wat gebeurt er nou precies in die opstelling? Op het moment dat we die oplossing proberen te verwarmen, beginnen die moleculen, die stoffen, beginnen ook warm te worden. En daarbij proberen die vloeistoffen te verdampen. Maar stoffen hebben verschillende kookpunten. En op het moment dat een stof eerder kookt dan de ander, zal die ook makkelijker en sneller gaan verdampen. Dat betekent dus dat in een oplossing waar alcohol en water in zitten, de alcohol eerder zal verdampen en dus sneller omhoog zal gaan in onze opstelling. Die enorme buis die je zag met al die spijkertjes erin, dat was een vigreux, of eigenlijk gewoon een soort van extra kolom, die ervoor zorgt dat naarmate de alcohol hoger en hoger en hoger komt, die nog zuiverder en zuiverder en zuiverder wordt. Op het moment dat de alcoholdamp dan helemaal boven is, is die als het goed is zo zuiver als die kan zijn en komt die in de koeler. In de koeler stroomt koud water en dat koude water zorgt er dus eigenlijk voor dat de vloeistof weer terugkomt naar de temperatuur waarbij die ook echt vloeistof is, zodat we hem makkelijk kunnen opvangen. Aan de andere kant komt er dan het destillaat, het teruggekoelde gas, waar dus jouw zo zuiver mogelijke alcohol in terug te vinden is. En zo kun je dus wijn opzuiveren tot bijna pure ethanol. Ja, dan kunnen we daar zo meteen in principe het alcoholgehalte van bepalen. Oh? Ja, best leuk, want het is dus best simpel om het alcoholgehalte van die ethanol te bepalen. Ja, oké. Ja. Daarvoor heb ik wel wat glaswerk nodig. Had ik gelukkig al klaargezet. Dus ik ga dat even pakken. En dan, want ja, met een paar maatkolfjes en gewoon eigenlijk een beetje techniek dat we hier hebben staan, kunnen we eigenlijk al best wel een hoop doen. Dus, hey Eline, nee, dat mag je niet drinken, dat kan niet.